Test 1, 2, 3. Test. Hallo dames en heren. Wij gaan voor de gein even testen of dit werkt. En ik dacht gelijk, laten wij een potje pokeren. We wachten niet op de big blind. Normaal hoor je de mensen leuk praten, zeg maar nu werkt dat niet. Dus ik zet even een mix op van mijn broer. Dit is de Voorsprong Dutch Techno Mix. En we zien wel hoe het gaat. Ik weet nog niet hoe lang ik dit ga doen. Dit is gewoon even een test. Nou ja, ik heb maar 1,75, dus we zien wel. Blubblubblub. Goed. We gaan niet spelen met 2 kaarten in de hand. We gaan spelen met 4 kaarten in de hand. Als een echte pokerspeler. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Even kijken, aasje in de hand, altijd deze. De man had hij dan gezegd, I raise, maar dat werkt nu niet. En dit is dus PKR, ik poker hier al jaren op. Ik kan ook nog zeg maar... Even kijken, oh, we hebben alleen een tweetje gehit. Genoeg voor een continuation bet en we zien wel, het is meestal hit or miss. Oké, nu gaan we niks meer doen, want waarschijnlijk staan we ver achter. En we checken en misschien winnen we de hand. Denk het niet. Oh, we winnen toch. Goed jongens, we kunnen het ook zo spelen, 2D. Dat werkt wat sneller. Goed, we mogen met 2 kaarten uit onze hand mogen we van tafel wat doen, zeg maar. We hebben nu een beetje een fluthand, maar omdat we kunnen checken, checken we. We hebben een 5 gehit en we hebben 4, 5, 6. We hebben niet zoveel. We gaan checken, iedereen die gaat checken waarschijnlijk. 2, 4, 5. Ja, we hebben nog steeds alleen een paartje 5. Er wordt gebed en we geven op. Ik gebruik om te op te nemen gebruik ik Expression Encoder Screen Capture. Dat is gratis van Microsoft. En ik heb een heel goedkoop microfoontje boven water gehaald. We hebben double suited. Oh, en er wordt geraced. En wij gaan mee, omdat we eigenwijs zijn. Ah. Nou, hier hebben we niet zoveel aan. Ik hoop dat alles goed te verstaan is. Ik zeg toch niet zoveel nuttigs. We geven gewoon op. Maar... ik ben dus van plan om te gaan gamen en nu toevallig heb ik ontdekt dat ik dus ook gewoon kan gamen met PKR. Dit is mijn website, dat heb ik dan wel zo slim gedaan, patrickgallen.nl. Dit ben ik trouwens. En ja. Het is nu 1 uur. Ik ben morgen lekker vrij. Dus ik dacht, laten we dit gewoon eens proberen. We gaan naar de... Laten we kijken of we hier 10 euro van kunnen maken. Goed. Ik ga er niet vanuit dat je kan pokeren, maar... ik kan het zelf namelijk ook niet. Maar omdat ze heeft nu een full house. En wij hebben een paar vrouwen. En verder poor 5 erbij. We zitten in early position, maar ik wil toch racen. Dat is totaal niet handig.
Kijk, en we hitten de jackpot. Alleen als we tegen Azen zitten, hebben we nu een probleem. Of als we tegen Koning 10 zitten. Koning 10 heeft een straat. Wij hebben nog een backdoor, flushdoor. Wij hebben een paddleboard nodig. Dus nog een aasje erbij en dan winnen we. Oeh, dit is lastig. Ik flat maar gewoon. Oh jee. Hé, quads, dames en heren. Nu kunnen we niet meer verliezen. Want wij hebben 4 vrouwtjes. Gezellig. We betten uit. We weten niet wat zij hebben. Ah, kijk aan. Deze persoon die heeft een setje azen. Nou, wat heeft hij? Nou, we zitten al op €2,24. Nou, €3,17 trouwens. Hoppakee, verdubbeld. Poker is een kwestie van geduld. Goed, maar dit is ook voor het eerst dus dat je mijn stem hoort. En dat ik eigenlijk gewoon een gaming video aan het maken ben. Hartstikke leuk. Dit is nog steeds gewoon een test. Ik denk dat ik deze voor de grap... waar zal ik hem posten? Ik denk dat ik deze voor de gein nog post op mijn main channel. Maar op mijn tweede kanaal, zeg maar, wil ik dus gaan gamen. En ik ga waarschijnlijk gewoon een... hoe heet dat? Ik ga een PlayStation 4 kopen. Denk ik. Weet je wat? Speciaal voor jullie ga ik wel die andere variant spelen. Ja, ben ik weer. We gaan met ons geld gaan we even aan een andere tafel zitten. Nu zit ik hier. En we spelen nu gewoon even hold'em met 2 kaartjes. Dat is voor jullie ook wat makkelijker te volgen. De button is nu hier. En wij gaan gewoon even deze mensen van hun zuur verdiende geld kwijtmaken. En geduld is nog steeds erg belangrijk. Oh, dit is een leuk handje. Ik heb de afgelopen 2 maanden heb ik niet meer gepokerd omdat ik er geen zin meer in had. Ik ben een beetje, hoe heet het? Gewoon omdat ik een beetje ziek ben geworden, had ik er geen zin meer in. Wij zitten op de small blind. We spelen trouwens 2-4 cent. Niet zo heel spannend zou je denken. Wij zitten op de small, ja, we gaan hier gewoon flatten. Ik had eigenlijk kunnen racen daar, maar ik dacht, kijk het gewoon rustig aan. Eigenlijk was het heel slecht, want nu weet ik niet of ik nog wat ga winnen. Hey, vrouwtje erbij, we gaan gewoon kijken of we de pop kunnen pakken. Nee. Beetje held. Doet het daar nog een keer. Oh, ik zit op een anonymous table. Zie je. Ja, voor die 4 cent. Die betaal ik wel. Oh. Op de river. En hij heeft ook nog eens aas hoog. Leven van een pokerspeler. Gaan we niet zoveel mee doen.